Welcome to de late sessie. Vanmiddag liep ik hier voorbij en Jillis kwam naar me toe en hij was boos. Maar Jillis had het gevoel dat er waren wat dingen gezegd die niet helemaal waar was. En dat hij de kans niet heeft gekregen om daarop in te gaan. Er waren een aantal dingen die ik heel vervelend vond, waarvan ik zei, ja, het is niet schijn. Ik probeer van de week zeker heel erg bewust de dingen te doen die we leren, hoe we met elkaar om moeten gaan, zeker naar jou toe. Kiet vraagt mij, wil je voor Kirsten niet zozeer een vader zijn, maar een vriend? En dat doe ik. Vanochtend bij de moestuin, ik weet dat je het niet leuk vindt, we proberen een beetje de gezelligheid erin te houden. Je maakt een grapje en een dolletje. En ik zie ook dat je er met tegenzin heen gaat, net als met gymmen vanochtend. Maar na een paar minuten ontdooi je en ineens ben je gezellig. En met het gymmen stond je zelfs liedjes te zingen, volgens mij met touwtjes springen. Ja. Nou, dat heb ik al een keer tegen jou gezegd. Niet één keer, al twee of drie keer. Dat ik vind dat je leuk meedoet. Ik heb je gisteren de hemel in geprezen, wat ik meen dat je ging klimmen. Dat vond ik echt super van je. Dat vond ik echt ook bijna niet meer verwacht. Alleen vanmiddag zeg je dan dingen dat ik denk van ja, wij knuffelen niet. Ja, jij ziet dat niet zoveel. Maar nu ben je de hele dag bij ons, dus nu zie je meer van ons dan dat half uur per dag thuis. En dan vind ik het veel. Als je zegt, dat doen jullie anders niet. Dus die dingen, die wilde ik vanmiddag pareren. Ik vind nu juist dat je nu weer schijnt, want je gaat alles opnoemen alles. Wat je hebt gedaan. Om te laten zien van kijk, het is geen schijn, ik ben wel een goede vader. Nee. Dat ga je nu expres doen, terwijl je ook gewoon in het kort dat kunnen zeggen. Maar je gaat het helemaal expres uitleggen, zodat de hele groep het kan horen. Heb je een bloedhekel aan die fan? Nou, eerlijk gezegd een beetje wel. Maar is dat omdat hij echt iets heeft gedaan, of dat gewoon jij hebt besloten? Heeft hij een kans? Kan je hem hier een keer zeggen, nou weet je wat? Nee. Ja, dat kan je wel. Dat is bullshit. Een keuze. Jij kan kiezen. Hey. Jij kan kiezen. He's in your allergy zone. En die arme fan. Het is geen kritiek eigenlijk. Hij kan niks. Is er iets dat hij kan doen die wel oké is? Iets. Wat moet hij nou doen? Om uit jouw allergy zone te komen. Ik veel. Ja, ze hebben geen kans. Anita, ze hebben geen kans. Hè? Ze moeten het niet doen. Jan Willem, wat denk jij? No way, José. Kijk, deze schijn dan. Net in het huisje. Jawel, jawel. Kijk hoe boos ze net tegen mij doen. En kijk met wat voor dodelijke blik ze naar mij kijken. Ze is nu... Ben jij boos tegen ons? Je hebt angst. En kijk hoe je hebt ongeveer 20 minuten staan schelden over mij. 20 minuten. Bij gaan staan. Omdat jij je fout maakt. Nee. Je hebt 20 minuten. Je hebt 20 minuten op me staan schelden net. Omdat jij een fout maakt. Oh. En als jij een fout maakt, hebben wij recht om 20 minuten... Een hele domme fout. En als jij een hele domme fout maakt, mogen wij 20 minuten... Oké, ga dan tegen de muur en gaan wij allemaal nu schelden tegen jou. Nee. Dat is leuk. Nee. Nu gaan ze weer zielig en aanzienlijk zitten doen. Zielig? Kijk nee. Ja, wel, kijk dat. Nou, zo liepen ze er net niet bij, hoor. Toen konden ze mijn kop er wel afhakken. Ja, ik denk nu nog steeds. Wat zei jij? Zei je en nu nog? Ja. Wat zien we nu? Ik ben hartstikke kwaad op haar. Zo, wat voel je nu van binnen? Ik weet niet wat ik voel. Ik weet niet, aan de ene kant wil ik het wel, wel een kans geven. Maar ik weet niet of het al kan. Nou, dat is oké. Dat is oké, want zolang dat we bereid zijn om te proberen, dan kan alle deuren openen. We kunnen alle deuren openen. Maar ik vind dat je die mensen een kans moet geven, echt. Kirsten, ik wil voorstellen dat jij let them out of the allergy zone. These are twee gebroken mensen. Ik weet niet wat moet nog meer gebeuren. En gebruik je kracht om gewoon alles te bereiken in je leven. Ik ga door het vuur voor jou. Wij allemaal. Iedereen zal door het vuur voor jou gaan. Maar geef ze een beetje genade. Be boos at someone else.